De weg is vrijdag door de aanhoudende regens afgebroken en bijkans geheel weggespoeld. Zaterdag zijn de werkzaamheden gelijk begonnen. Er is voor een tijdelijke oplossing gekozen door een tot duiker omgebouwde 40-voet container met extra versteviging dwars op de weg te plaatsen. Volgens de burgervader Mohamed Safik Rajab is minister Noor Mohamed van Openbare Werken gisteren zelfs geweest voor oriëntatie. En we hebben een en ander met hem gesproken. Hij vindt het heel fijn dat we binnen 3 dagen zover zijn gekomen en dat het vandaag wordt opgeleverd. De tijdelijke noodoplossing dat we hebben. En dat dit niet de eindproduct zal zijn. Hij heeft toegegeven op mijn vragen dat alles wat hier is, is een noodoplossing. En de aannemer of degene die het werk gunst zal krijgen, wordt maandag al opgeroepen op kantoor. Het gevolg dat zij opdrachten zullen krijgen om dan hier elementen ofwel buizen te plaatsen voor een duurzame oplossing. Dus dat traject zal dan in 3 fasen gemaakt worden. Dit is een eerste, dit is de noodoplossing. De tweede, dat er duikers komen, dat voor altijd zal blijven. En dan die damwanden gelijk meegenomen wordt. En het kan zijn dat er een sluis ook hier wordt opgezet. Sinds vrijdag moesten de bewoners van de omgeving een omweg maken om via Tamarejo en Alkmaar te rijden naar Jachtlust. De weg naar Alkmaar begeeft zich ook in deplorabele staat. Rajab gaf daarbij aan dat hij ook aan de minister heeft gevraagd een oplossing te zoeken om de weg verder af te maken. Er waren door de vorige regering al plannen gemaakt om de weg aan te pakken, maar het project is niet meer doorgegaan, zegt de burgervader. Ik heb dat ook geconfronteerd aan de minister. De minister heeft mij ook voorgehouden, er is geen geld, maar ik heb gevraagd of onze OW dat zelf misschien kan egaliseren bij het slechte wegdek als er zal zijn. Maar goed. Hij zal ervoor waken dat het snel middelen vrij wordt gemaakt, zodat het bedrijf of de aannemer die daaraan het werk heeft gehad, snel kan hervatten. Districtscommissaris van Kommerwijnen, Mohamed Safik Rajab. De werkzaamheden voor het oplossen van de wegverzakking te Jachtlust zijn gisteren opgeleverd.